Vandaag vertrekken we van Japan. We gaan een heel stuk vliegen naar het meest oostelijke gedeelte van Rusland, naar de stad of een stadje Petropavlovsk. Er ligt een klein vliegveldje. Daar gaan we landen om daarna de oversteek te maken naar Alaska. We hebben de tanks helemaal volgegooid, want het is een behoorlijke lange vlucht van meer dan 800 nautical miles. Brandstoftanks zitten helemaal vol. En we hebben nog extra brandstof in een extra tank in de romp die speciaal is ingebouwd. Oké, een beetje flaps erbij, want we zijn vrij zwaar. Zo snel mogelijk de wielen in, zo weinig mogelijk weerstand te hebben en we zijn los.
gaan niet de hele vlucht filmen. Want om 4 of 5 uur lang alleen maar naar de cockpitje te kijken neemt heel veel in, dus we schakelen straks het systeem uit. Halverwege filmen we nog een stuk en dan gaan we de landing filmen. In het logboek kun je wel zien dat we de vlucht gemaakt hebben. Voor ons ligt het noordelijke eiland van Japan. Wij vliegen daar overheen. We vliegen door een paar waypoints, onder andere Tobetsu en Obeheru. Als we daar overheen zijn en over de bergketen, vliegen we door naar Nakatsuputsu. En dan steken we over naar een Russisch gedeelte, het oostelijke puntje van Rusland. We moeten wel klimmen, want er is een behoorlijke bergketen wat voor ons ligt. Dus we gaan even iets hoger naar 8000 voet.
zitten momenteel na 1 uur en 40 minuten boven het noordelijkste eiland van Japan. We naderen op goed 40 nautische miles het vliegveld Obihiro. Daar zullen we niet landen, daar vliegen we overheen. We hebben nog voldoende brandstof, meer dan de halve tank. In de vleugels en meer dan een halve tank in de romp. Dus we kunnen voorlopig nog even doorvliegen. Dus we vliegen eigenlijk helemaal door richting het oostelijke deel van Rusland. Waar we een tussenlanding moeten maken. Omdat daarna de lange afstand komt over zee richting Alaska. Ik neem niet alles op zoals ik al vertelde. We gaan in delen opnemen omdat het anders te lang wordt voor het filmpje. Je ziet dus de DMI localizer ook uitgeslagen. Dus die heeft een koers gevonden. Kijken of we die koers een beetje kunnen volgen. Als ik het goed heb, moeten de twee vliegvelden ongeveer recht voor ons liggen. De velden liggen recht voor ons. Het zijn er twee, dus één van de twee gaan we gebruiken.
hebben bij Obihiro onze landingsextensies ingetrokken. Dus geannuleerd. We nemen Tokyo Center nemen we op om verder te vliegen. De eerstvolgende vliegveld ligt op zo'n 90, 92 nautical miles. Daar zoeken we verbinding mee straks. Nakashibito. Schakelen naar het eerstvolgende baken. Die liggen op koers 66. We zijn weer online. Je ziet het. De toppen zijn aardig besneeuwd. Het is hier ook behoorlijk koud. We gaan op weg naar ons laatste vliegveld. Het is zo'n 130 nautical miles vanaf hier. Daar gaan we landen. En morgen gaan we door naar het Oost-Russische gedeelte om daar vandaan de oversteek te maken.
gooi het vermogen er een beetje af. En we gaan langzaam zakken. Van 9000 voet naar 1500.
Zoals je ziet is dit links geen vliegveld voor ons. Beetje een kale vlakte. Echt een beetje zoals de Russen dat graag willen hebben. Daar in de verte, bij mijn pijl, moet ergens het vliegveld liggen. Dus we gaan kijken of we om de bergketen heen kunnen, om dan de daling verder in te zetten.
goed. We gaan de landing verder inzetten naar Iturup. Russisch vliegveld. Links van ons straks, als we achter de berg.
Ground ACE November, Charlie 16020 taxi to parking. ACE November, Charlie 16020 taxi to general aviation parking via taxiway. Taxi to fuel ACE November, Charlie 16020. We staan op de grond. We hebben het weer gered. De eerstvolgende vlucht gaat richting de eilanden.